Het is heel vervelend, maar ik heb kleren nodig. Nou, als ik dat zo zie, dan hoeft het niet per se, hoor. Ik moet dan naar buiten kunnen. Of wil jij mij hier in huis opsluiten? Als een soort... sekslavin. Dat is een goed idee. Ja? Dat is een heel goed idee. Maar ja, we hebben kinderen, hè, dus... Ja. Die heel lekker liggen te slapen boven. Oh. Ik heb zin in je, papi. Oh, dat vindt papi heel fijn. Ja? Ja, dat vindt papi heel fijn. Ja? Ja. Maar zoals altijd loop je weer wat te hard van stapel. We moeten eerst even de boel organiseren. Je hebt kleren nodig, kinderen hebben kleren nodig. En de kinderen zijn wakker. Ze kunnen echt wel even wachten hoor, zijn ze wel gewend. Wat, ben jij aan Jorgen zeker? Nee. Ik bedoel gewoon dat ik ze niet meteen heb opgepakt altijd als ze huilden. Nou, gewoon heel snel, maar gewoon niet meteen. Ik bedoel, ik gewoon niet weet wat het beste is. In de ene boek staat dit, in de andere boek staat dat. Hmm. Wat vind jij het beste? Hm? Jij mag het zeggen. Jij bent de baas. Jij bent papi. Ja, ik ben de baas. Ja. En de baas die zegt dat we nu naar de kinderen toe gaan. En dan gaan boodschappen doen. Heb je geld? Nee, maar papi heeft geld. Ja, precies. Daarom gaan we nu naar de kinderen. Allermooiste, weet je toch? De sterkste. De pappelste. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, darling. I got a deal for you right here. Ik weet het nu echt zeker. Hm? Je bent echt mijn grote, 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 grote liefde. Oh ja? Ja. Ja. Mm.